Goedemorgen. U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog wat wolkenvelden over Nederland, maar dat zijn dunne wolkenvelden waar de zon al flink doorheen schijnt. En dat betekent dat het vandaag een prima dag gaat worden. In de ochtend de meeste zon in het midden en zuiden van het land. In het noorden komen iets meer wolkenvelden voor. En dat is ook vanmiddag het geval. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. En de temperaturen lopen op naar 16 tot 18 graden. Een prima dag zo tussendoor. In de avond begint de bewolking van het westen uit echter wel toe te nemen. Het blijft nog droog. In de avond liggen de temperaturen tussen de 11 en 14 graden. En dan begint de wind voorzichtig ook weer wat toe te nemen. Tegen de ochtend de eerste buien. En die buien trekken in de loop van de dag over het land. Daarvoor uit in het zuidoosten nog wat zon. Later op de dag van het westen uit weer opklaringen. En de wind draait dan naar west tot noordwest en is bij zee minimaal vrij krachtig, windkracht 5. 17 graden wordt het, ook op donderdag. Vanaf vrijdag lopen de temperaturen iets op. Donderdag een overwegend droge dag. Vrijdag kans op een enkele bui. En mogelijk dat er ook zaterdag wat lichte neerslag valt. Maar de hoeveelheden zijn beperkt en de zon doet zeker mee in het weerbeeld. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.